is een super romantische, gloednieuwe Dumper Daten. Ja, het is alweer de tweede aflevering, mede mogelijk gemaakt door X Cool. Onze reaguurder van vandaag kennen jullie allemaal uit deze video. Hoi Rijk. Hoi. Ik ben Arm. Wie is de lekkerste wijf uit je klas? Veerle van Dam. Ik wil met je trouwen. Hey, Veerle, ik wil met je trouwen. Kom er maar bij, Rijk! Yeah! Yes! Kom er gewoon! Reaguurder is aan de vrouw! En onze prachtige dame van vandaag is niemand minder dan Anne Rijks. Ja. Hoi, Anne. En zij, Rijks. Mijn eerste indruk van Rijk was, zag er wel spontaan uit. Ik vond haar echt fijn vreten. Ik vond haar echt een gouden meid. En wel aardig en leuk. Ik zag haar binnenkomen en ik denk, ja, hier ga ik een hele leuke dag mee beleven. Jullie gaan gewoon lekker kennis maken. Doe alsof wij er niet zijn. En af en toe loopt Nick misschien voorbij, maar... Oké, okay. Nou, doei! Doeg. Maar vertel, hoe is het met je? Goed, met jou? Ja, goed. Mijn broer zei een keer, je moet Dumper Daten kijken, want dat is vet grappig. En ik zei, oké. En nu kijk ik Dumper Daten al heel lang. Maar je hebt wel... De juiste keuze gemaakt. Op een mooie dag. Yes. Onze date. Ik ga mijn favoriete Dumper filmpje namen. En jij moet raden welke het is. Oké. Okay. Ja. Biem! Oh ja, biem meneer. Het is een klein glad... Af opnieuw. En je weet al wat ik ga doen. Het is een kei glad, jongen. Oh joh. Bel de woonte. Kennismaking verliep eerst eventjes stroef. Een beetje aftasten en zo. Wat vindt ze leuk? Heeft ze humor? Geen humor? En daarna ja, lagen we op één lijn. Omschrijf je droomvrouw in 5 woorden. Sylvana. Als je normaal op een date bent met iemand, ga je ook niet zeggen van dat is echt een lekkere, lekker wijf. Zeg je toch ook niet. Maar ja, dat is een tip. Nog een man. Heb je een bijzonder of gek talent? Kan je goed zingen? Nee. Ik kan ook niet dansen. Ik kan wel kazoo spelen. Echt? Ja. Dus? Nee. Dat kan toch niet nou? Ik heb toch geen kazoo? Ik heb geen, nee, wat het is. Kazoo, dat is zo'n ding en dan moet je en dan... En jij? Ik ben heel erg goed in daten eigenlijk. Dat is een beetje mijn talent. Ja! Ja! Dat is wel weer genoeg kennis gemaakt. Okay. Wij gaan door naar de eerste dateactiviteit. Ja. Bedankt zelf. Jeetje, dat had ik niet verwacht hoor. Nee, wat mooi. Helemaal goud. Jongens, stap erin. Ja, ik zag al aan de vorige Dumper Daten dat er ook een limousine kwam, maar een gouden limo had totaal niet verwacht. Ik heb nooit in een limo gezeten, dus ik vond het helemaal top. En champagne ook nog. We gaan helemaal dronken worden, joh. Oh, ja hoor. Proost. Aankijken. Ja, anders hebben we slecht seks. Oh. En ja, muziek. Harder? Nee. Ik vond zijn muziekkeuze niet zo leuk. Het was hem te... Mag ik even een Spotify? En ik wilde meer van... Als je samen bent, vind ik wel dat je allebei een muziek op moet zetten dat je allebei wel leuk vindt. Dus dat was echt helemaal geweldig. We gaan even weer terug naar een serieus gesprek. Oh, nou, fijn. Ja, ik wil het over Netflix. En nou, zij kijkt dus ook wel vaak naar Netflix. Ja, ik kijk eigenlijk nooit echt een serie af. Ja. Ik begin altijd en dan denk je, oh, laat maar. Toen hadden we wel echt een band ook met elkaar. Walking Dead zegt saai geworden. Ja, ik voel wel vet. Yes. Oeh. Wat is het? Oh ja, ik wel. Ik ben nog nooit geschermd, maar het was wel een leuke sport. Goed om dat te doen ook. Ik had ook niet verwacht dat we dat zouden gaan doen. Nou, dit is een sabel, dit heet een kling, een kom en een greep. Ja. Let op, Rijk. Dan sta je zo in de en-garde-positie. Als we voorwaarts gaan, dan verplaatsen we ons naar voren op deze wijze. Niet huppen, man. Pas. Ik ben meestal wel traag. Ik heet er ook Rijk van duren, dus het duurt lang bij mij. Hé, hey. Nee, niet huppen, man. Anne, waar blijf je? Achterwaarts, achterwaarts, achterwaarts. Aanval, report. Ja, je hoeft niet zo zacht te doen. Dat is geen aanval, man. Dat is... Hop! Eén omhoog.
2 naar je tegenstander en 3 naar beneden. En guard. Klap, mannen! Riposte! Ga door. Ik was zelf ook een beetje dat ik dacht van, nou, ik moet even aftasten, weet je wel, even rustig aan. Want het is toch wel een meisje, daar moet je een beetje zachtjes voor doen. Niet altijd hoor, maar... Ik was met schermen wel voorzichtig, ja. 1-0. Hé, hey, beide. Hop! 2-1. Kom, Anne! Ga door met jullie borst, Anne! Anne, op het moment dat je weert... Ja. Dan ben je zo lief voor hem. Ik wil mensen geen pijn doen. 2 beide. Half 3-2. Half. Rechts geraakt. 4-2. 4-3. Klappen! Half 5-3. Voordeel raakt. Die was eraf. Ik was natuurlijk echt de sterke man in de strijd. Wat een poepaanval. En zij was eventjes wat minder, dus ik liet even merken wie de broek aan had in de relatie. Ben ik het niet mee eens. Ik denk dat ze dat wel leuk vond, een beetje een man met power. Ik ben het niet mee eens dat hij de broek aan heeft, had. Jij wil de broek aan hebben? Ja. Elkaar een hand geven? Nee, dat is vies. Nou, gaan we dit vaker doen? Nee. Weg? De schermspullen zitten weer in de bus. Ja, en wij gaan door naar de volgende super romantische activiteit. Hi, welkom in mijn keuken. Ik ben de assistent. Ik vind Nick helemaal top. En hij kan goed koken. Ja. Ik ga vandaag een bonbon workshop geven. Hi, is het gezellig? Is het leuk? Gaat alles helemaal goed? Gaat het helemaal top? Ja. Kom maar bij. Oh, sorry, ik stak hem bijna. Nou. Ja. Oké. Nou, we gaan bonbons maken. Ga lekker naast elkaar staan. Ja. Hebben jullie ook een beetje zin in chocola? Ja. Daar word je super geil van natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Maar dan pleur je chocola gewoon zo in de bak. En je doet dit smelten au bain-marie. En wat is dat rijk? Heel goed rijk. Ja. Heb ik hier walnoten, die mogen jullie saampjes lekker even lekker frommelen met elkaar. Ja, kijk zo, huppatee. Beetje kracht erin. Ja, ga ze erop slaan. Het is gewoon slaan, Anne. Slaan. Ja, huppatee. Kijk, huppatee. Wat je vervolgens gaat doen als je chocola straks gesmolten is, dan ga je het storten in deze hele mooie bakjes. Want love. Auw, dom. Rijk, zo doe je dat toch niet? Rijk, dat doe je zo. Kijk, Rijk, niet op de arm, maar dat doe je zo. Kijk. Nee. Nee, hoef ik toch niet echt. Nou, wel lekker. Dit is een echt vertrouwingsopdracht. Dit is echt vertrouwingsopdracht. Je moet het vasthouden. Ja, gelukkig. En dan pak je een klein beetje chocola en dan ga je zorgen dat het in elk gat... Goed gevuld. Goed gevuld is. Jij moet dan zo heen en weer gaan, dat de chocola overal zit. Gaat het goed hier allemaal? Ja, we gaan teamwork, hè jongens, kom op. Ik zie eigenlijk niet wat ik aan het doen ben. En dan mag je het teruggooien, gewoon op zijn kop houden, boven deze bak. Nu al? Ja, 1, 2. Alright, dit gaan we in de vriezer en dan gaan we even een kwartiertje wachten. I believe in miracles. Where you from? You sex a thing, sex a thing, you. I believe in miracles. Chocola is helemaal gestold in een siliconen matje. En we gaan ze lekker, we gaan gaatjes vullen, Sil. Ja. En dan kun je zien dat de chocola helemaal gestold is. Oh. 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 Ja, Rijk, je hoeft me niet alles na te doen hoor. Nee. Oké, dan hebben we hier een pot lekkere hazelnootpasta. En dat laat je zo in het gaatje vallen. Doe je een beetje walnoten in. En dat is dan gevuld. En dan pak je nog een beetje. Gaat goed, Sil? Ewa. Hou je een beetje van grappenmakers, Anne? Niet? Ikke? Ja? Ik hou van grapjes. Ja? Maar we moeten het wel leuke grapjes doen. Okay. Oh. Hoor je dat, Rijk? Oh, sorry. Doe een beetje daar naartoe roeren, dit is veel te veel. Luister even een beetje naar anderen. Ja, ik ga even luisteren, maar kom niet binnen. Nee, grapje. Samen een bonbons gemaakt, ik bedoel, ja, ik heb geen kookkunst, dat kan ik helemaal niet. Maar toch ging een samenwerking toch wel aardig. Het samenwerken met Rijk verliep niet zo soepel. Als je gevuld hebt, zo op deze manier. Nee, het is goed zo. Ongeveer. Dan heb je hier nog een beetje chocola zitten. En dan giet je er een klein beetje overheen, zo op deze manier. Totdat alles een beetje bedekt is. Nou, nog wachten op Rijk en Anne. Nou, dat was leuk, hè? Ja, was dat, dat was leuk. Zeker. Dat was leuk, hoor. Oh, het is leuk. Lekker man. Hebben jullie wel eens zo'n leuke bonbonworkshop gehad? Nee. De bonbons zijn aan het opstijven. Tijd voor de ontknoping. De grote finale. Super spannend. Ik denk dat ze mij wel leuk vinden. Maar ik vind het lastig te peilen, want het is natuurlijk wel een... Ja, niet heel erg stil meisje, maar af en toe is ze wel wat stiller dan ik, zeg maar.
Dus ik vind het lastig wat ze denkt van mij, maar ik denk dat ze mij wel aardig vindt. Dus misschien een pluskudo. Gaan we echt de liefde vinden of wordt het gewoon weer een flop? Zoals niet zijn geworden de bonbons van Nick! Yeah! Yeah! Oh. Nou. Hebben we goed gedaan. Applaus! Ah! Nu is het tijd voor de echte ontknoping. Ik vind het nog steeds heel spannend. Jij ook? Ja, fucking spannend. Ik vind het nog steeds heel spannend. Doe hem onder je tafel, zodat de persoon tegenover je niet kan zien wat er gaat gebeuren. Nee. Verzin je kleur en hou die kleur naar zijn gezicht of haar gezicht. Succes! Doei! Oh. 3, 2, 1! Ah, ja, mooie dingen. Maar wat gelukkig wel helemaal goud is, is 8 gold! Awesome. Past niet bij mij. Je weet nooit wat er gebeurt. Hij is veel te uitbundig en met zichzelf. En ja, doe gewoon een beetje rustig aan. Hoeft allemaal niet zo extra te zijn. Gewoon lekker jezelf, maar rustig. Dit was alweer Gumper Daten aflevering 2. Rijk, verschrikkelijk bedankt. Anne, vreselijk bedankt. Gaan jullie nog een keer op een date? Jazeker. Jammer! Tot de volgende keer! Doei! Doei. Doei.